De stem van de streek. Omroep Voeren. Ja, aan de telefoon Rick van Rick's Bier natuurlijk. Dag Rick. Dag Jean-Pierre. Ja Rick, feest, want 25 jaar geleden, toen wordt het eigenlijk bedacht, hè, het idee om een eigen Voerens beer te laten brouwen. Ja, ik word er eigenlijk al een beetje langer al mee bezig. In Vreugdehuizen in Gent staat hier de grote horeca, een horecabeurs. Ja. En daar ging ik wel elk jaar heen. En dat wordt eigenlijk in januari, denk ik dat dat wordt. En daar word ik eigenlijk Dirk Knauwels al tegengekomen. Daar stond nog met een stand, een broerie wat nog maar juist begoosd wordt. En ik hoop dat van kijk, we hebben eerst nog carnaval. En dan als carnaval langs is, dan kom ik een keer langs en dan kan ik weer. Ja, en zo is het eigenlijk, zo is eigenlijk allemaal eigenlijk begoosd. Ja. En we hebben dan toch wel eigenlijk een ganse tijd nog het proefbrouwsels gemaakt en dergelijke. Ja. Zodat we eigenlijk zoiets worden. Hè. Want het was voor de Dirk ook wel gaan neus, hè, want stroopbier, ja, dat is toch niet zomaar standaard, hè? Voor een uitdaging. Nee, ga ook niet houden. Eigenlijk, we waren eigenlijk al met grote ogen eigenlijk aan het kijken toen hij met dat idee kwam. Maar ja, ik wil het hebben wat eigenlijk van de streek wordt. En ja. Dat het toch het streekgebonden wordt. En ja, de brouwer, dat is eigenlijk in de brouwerij, ingenieur, de man. En ja, de klassieke bieren natuurlijk, dat werd niet gewerkt met zogat wie schroep. En wat nogal vooral speciaal is, dat als er dan een beer has, hoe dat een schroep of een soortgelijk product bij zit, dan werd dat net zo pas achteraf bijgedoen voor de smaak. Uh-huh. En die meest zo dat eigenlijk al vanaf het ganse begin erin. Want de zoekers van de schroep die waren eigenlijk ook met eigenlijk vergist. Ja. Nou, door alcohol eigenlijk, hè. Ja. Dus het wordt ook voor die man een extra uitdaging. Ja, voor het bouwproces. Dat klopt. Ja. Maar dan de man natuurlijk, dat wordt eigenlijk een brouwerij die begon nog maar net. En ook eigenlijk nog niet zo heel lang dingig afgestudeerd. Hmm. Dus daar stond wel open voor het experiment. Hij vond dat ook zich om mee te doen. En heb zich ook lui laten proeven om te kijken of het beer ja, letterlijk in de smaak viel? De eerste keer, denk ik, toen is Dirk Knauwels met een hele hoop, ik denk dat er 12 proefverbrouwsels gemaakt had. Ah, ja. En toen worden we ermee afgekomen en toen hadden we eigenlijk een heel uitgebreid panel. Met eigenlijk met jong, met oud, met dames, met heren. Een gans gemixte gezelschap eigenlijk. Ja. En toen hebben we de eerste keer het geproefd om een richting aan te geven. Ja. En de tweede grote proeverij die was in Locristi, op de brouwerij zelf. Ja. En toen waren we vandaag met een maan of 15, ik denk 2 busjes, dat we toen opgevaren zijn. Om dan toch eigenlijk de definitieve beer de route te houden eigenlijk. Ja. Maar natuurlijk, de eerste jaren is er nog veel aan bijgesleuteld. Want in het begin worden toch minder gefilterd wie nu. Mm-hmm. Maar dat is altijd omdat er, ja, dan dit zich hier een probleempje voor. Of daar werd het toch altijd wel uit bijgeschaafd. Maar nu is het toch wel de laatste 20 jaar dat het eigenlijk een continuïteit is. Ja. Eigenlijk. Ja, dus na verloop van tijd hebben ze het recept ook vastgesteld. Is dat ook een geheim recept, Rick? Is dat echt een recept? Ja, die recepten die zijn, wie moet ik dat zeggen? Een recept bij het beer maken, dat is niet, je hebt dat eigenlijk gewoon op papier schrijft. Mm-hmm. Van dat zit erin. Mm-hmm. Dus wat daar een hele grote rol in speelt, is eigenlijk het kookproces. Met eigenlijk de tijden en de lengtes. Hoe dat kookproces aan welk duur is. Dus dat maakt eigenlijk ook allemaal heel veel. Dus dat is, als een meegemaar zou zeggen, ga ik met dat bier naar een andere brouwerij, dan gaat dat ook niet zomaar 1, 2, 3. Nee. Dat ze eigenlijk hetzelfde kunnen maken. Nee, precies. Dus een heel procedure. Dat is toch een kans. Dat is natuurlijk wel... daar zit natuurlijk een geheim achter. Ja, ja. Ja, dat moet ook, hè. Dus 25 jaar geleden, toen houdt zich hier nog zelf de café, hè, in Moelingen. Ja, Rick's Café. Ja, dat was eigenlijk zelfs nog in, ik denk, een oude café, dus je hebt 4-6 jaar. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een beetje in de helft van mijn carrière. Ja. En dat op de kerstmarkt was eigenlijk ook nog een organisatie van mij eigenlijk. Dus ik heb dat eigenlijk gewoon op een eigen organisatie eigenlijk
een slotproeve aan het Gaanse publiek natuurlijk. Hè. Ja, ja, want op de zondag 12 december, op de kerstmarkt hier in Moelingen, is eigenlijk Riksbier voorgesteld aan het publiek. Ja, ja dat, en dat klopt. En er wordt ook direct al heel goed in de smaak gevallen. Maar dat het eigenlijk pas echt op de markt is gekomen, is eigenlijk vanaf de 1 januari. 25 jaar geleden. Zij zijn zo de helft van een café-carrière. Heb ze dat zo'n 10 jaar gedaan. Maar Rikscafé... Ja, 12 jaar, ja. Ja, 12 jaar, dat wordt een begrip, hè. Daar kwam door de kaarten, maar daar kwam ook de jeugd heen. Dat... Ja, het is zeg maar het wordt een dorpscafé, maar eigenlijk... maar ook een beetje een uitgangscafé. Het wordt een beetje van alles. Het weekend wordt eigenlijk... eigenlijk is s'nachts maar een paar uurtjes toe. Mm-hmm. En dan komt het eigenlijk al weer open. Ja, ja, maar dan zou ze denken, ja, uitdaging genoeg. Maar dat wil toch nog gaat voor de streek betekenen. Hè? Maar dat zit toch wel een beetje in de familie, ook, wat dat betreft. Om... Ja, het is ook een beetje van wie schrijft, die blijft. Hè? Ja, ja, ja. Ja, en de wist ook nog een stukje jonger. En dan probeert ze van alles. En wanneer het lukt, dan is het dan met wier. Ja. Ja, en zo heet dat, hè. Ja, het wordt het eerste beer van Uitvoeren. Is dat nog altijd zo? Nee, natuurlijk is het de laatste tijd. 25 jaar geleden, toen was misschien de brouwerij in Houtboer net begon, of die moest nog beginnen. Ja. Het beer in massage, dat besteedt nu zeg maar een 10 jaar. Dus dat wordt eigenlijk een dead niet. Want ze voeren gaat de Vloeterstreek huis, dan wordt het misschien een Valdieu. En dan houden ze dat beer van mee en dan houden ze het eigenlijk gehad. Hè. Er zitten nu al veel meer streekbieren en dergelijke, die natuurlijk, elk beer kan toch maar één keer gedronken worden. Hè. Ja, 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 dat is zo. Maar echt van voeren, best nog altijd het enige beer eigenlijk. Ja. Hey, dat, ja. En later is er ook een smaak nog bier gekomen, hè? Ja, ongeveer denk ik een jaar, 2 jaar later, ben ik eigenlijk begonnen met de Rixabes, met het kiesjebeer. Ja. En dat wordt ook wel met echt wel een streekproduct als basis. Ja. Is het ook echt Abbes du Moulin wat erin zit? Ja, ja, ja. Abbes du Moulin, met die kies had eigenlijk zoveel varianten en elk dorp werd die eigenlijk anders genoemd. Maar in Moelingen is wel de dingen Abbes du Moulin. En dat komt eigenlijk omdat het in Vizé verhandeld wordt. Ja. En daarvoor had dat ook een Franse naam. Hè. Ah, vandaar. Ja, ja, want vroeger was dat toch eigenlijk wel een hele bekende kiers. Die wordt echt geëxporteerd ook naar het buitenland. Ja, ja, dat, ja, ja, die wordt eigenlijk, vooral geteeld voor de wolindustrie in Engeland. Mm-hmm. Als kleurstof. Als kleurstof, hè, inderdaad. Ja, ja, en hier in de streek wordt die eigenlijk vooral gebruikt om nog pannenkoek te maken en om vlaai te maken en vooral en de bakkerijen en zo gaat, hè. Ja, want de Bastard Dikke is eigenlijk door van een bastard, hè? Ja, daar zijn heel veel discussies over. Die gaf allemaal niet hoeven, maar goed. In ieder geval, ook echt van hier, dat kerse bier. Wat wel eigenlijk wel speciaal is aan die kiesje is eigenlijk dat het een gemuteerde wilde kers is. Oké. Okay. Dus ja. Het is niet zo dat het nog met kruisingen verkregen is. Nee. Maar het is toevallig een wilde kers wat het groter en zeuter en zwarter wordt als de rest. En dan eigenlijk nog met enten. Ja. Altijd eigenlijk nog vermenigvuldigd staat eigenlijk. Ja, ja. En nog altijd ook de proef is in dat Riksbier. Ja, 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 ja. Ik heb nu zelf ook, denk ik, op dit ogenblik een stuk of 5, 6 boomstoel. Oh. Ervan. Ja. Dus dan zie ik te zien dat gewaarborgd blijft. Hè. Ja, dat is ook dat heel belangrijk. Ook in het kader van erfgoed, hè? Zodat het toch behouden blijft. Ja, Rick, 25 jaar, dat is een kwart eeuw. Ik denk dat ze nu blij is dat ze destijds die keuze hebben gemaakt om het te gaan doen. Ja, tuurlijk. Hè. Het is ook niet alleen maar in voerig. We hebben een hele tijd een klant in Amsterdam gehad, wat dat eigenlijk verkocht. En in Heijs op den Berg. Wat dat het verkoopt en in Sint-Katelijne Waver heb ik een klant gehad.
Ja. Dus zo met en met, allee, is het toch wel hier en daar. Je bent ooit in het inkwalet in het verscheept, dus naar Kenia. Oh. Nee, dus ja, maar dat is allemaal ja, eenmalig, ja, ja. Eenmalig worden dat natuurlijk. Maar waar ziek dat zo gaat. Ja, ja, dat is altijd werd gedaan. Dus, ja. Ja, ja. Ja, en door middel dat voor dat met begroos worden op een kerstmarkt, mm-hmm. Door zich dat nu juist eigenlijk voor in zijn markt te voeren. En denk ik ja voor wat er niet werd op een kerstmarkt, hè? Ja, inderdaad. Dus daarom is dat nu eigenlijk op de kerstmarkt op 15 december. Dan wordt het eigenlijk gevierd, hè? Ja, ja dus eigenlijk de komende jaar zal er nog wel hier en daar misschien wel nog een actie of suggestie. Dat moet ik nog even bekijken. Okay. Maar dit wordt toch de aanzet of nog het begin van eigenlijk nog het jubileumjaar. Ja, ja, ja. Wie gaat voor dat veren op de kerstmarkt, Rick? Heb je toch een standje? Ja, ik heb toch blij jaar gehoord toch een stand. Ja. Dus dit jaar heb ik toch weer een stand. Maar dit jaar gaat voor dan een ronde Noerenvink nog een kleine receptie houden. Ah, ja. En dat voor dan de leunen nog een glasje aanbieden aan de aanwezigen. Dus rond 13 uur, dan, dan is het dan de kerstmarktdag is gebroost zelf al om 12 uur, ja. Als ik me niet vergis. Ja, nee, dat klopt. Dan denk ik, dan zunt die van z'n meiden zeker klaar met alles. Ja, ja. Nee, prima, goed. Leuk moment. Ja, proficiat. En daar komen we zeker nog 25 jaar bij, ja. Oké, okay. Dankjewel. Succes met alles. Bedankt. Oké, okay. En tot morgen, ja. Ja, tot morgen. De stem van de streek. Omroep voeren.